muziek ook staan. Ja, dat klopt ook wel, ja. Ik ben wel een mooie jongen toch, dus. Ja. Daarom. Dat is, god, dat is aan de meiden die mogen dat bepalen thuis. Ja. Doe even een duimpje omhoog als je denkt dat Jeno een mooi boy is. Duimpje naar beneden als je dat niet vindt. Goed dat je kijkt naar weer een nieuwe Talent Tuesday show, de zesde alweer. En dit keer met de eerste speler van Ajax onder 16. En ook nog eens de aanvoerder, Jeno Campagne. Ja. Jeno, goed dat je er bent. Je hebt ook andere shows gezien. Ja. Wie vond je het leukst? Welke speler? Solo. Waarom? Is gewoon een goede vriend van mij, hij is gewoon zichzelf. Dus. Ben je al bang voor de show? Je hebt al een beetje een reputatie opgebouwd dat je... Nee. Heb je er zin in? Ja. Goed zo. Oké, ik zit hier naast de aanvoerder. Ja. Ben je ook echt een beetje de baas van het team? Ja, soms. Ik ben wel gewoon een rustige jongen. Dus. Ja, gewoon rustig. En waarom denk je dat jij aanvoerder bent geworden dan? Eigenlijk zou ik niet weten waarom ik het ben geworden. Tegen Groningen, onder 17. Ja. Beker zei training tegen mij van dat ik aanvoerder van deze helft van het seizoen zou zijn. Dus. En speelde je goede wedstrijd tegen Groningen? Ja, ik speelde wel goed, alleen we hadden wel verloren. Hoe lang speel jij zelf al bij Ajax? Dit was mijn achtste seizoen. Achtste seizoen? Ja. We hebben wat beelden van je als kleine... Klein jongetje, kijk even mee. Goeie goal, man. Ja, de F1. F1? Ja, wat gebeurt hier dan? We waren kampioen geworden, dat is goed. Ja. Je moet even kijken, je staat hier heel verlegen op de achtergrond. Ja, ja. Maar was je een beetje verlegen jochie vroeger? Ja. Gewoon rustig ook. Ik weet niet meer van wie het was, maar we hadden deze wedstrijd in de finale of zo gewonnen. Ja. En ja, toen kampioen. En hier word je even gek. Nee, kan ik niet. Hij ging nog best wel goed. Je bent een echte Amsterdammer, waar kom je vandaan? Ik kom uit Amsterdam-West, Westerpark. Ja. En waar leer je het voetbal een beetje? Op de pleintjes. Zaandammerplein, ja. Daar ben ik wel begonnen met voetbal. Hoe gaat het er aan toe? Neem even mee naar zo'n pleintje. Hoe vaak ben je daar? Wat gebeurt daar? Wat doen jullie? Nou, we spreken gewoon af om te voetballen en dan gaan we meestal toernooitjes spelen en zo. En dan ja, ik win wel altijd, dus dat is wel leuk. Vroeger was ik altijd bij een skateboardbaan. Maar mijn broer werd altijd boos op me. Die zei van ga voetballen en zo. Waarom werd hij boos? Omdat ik altijd ging skateboarden en zo. En ik ging ook wel voetballen, maar als ik bij die skateboardbaan was, werd hij altijd boos op me van ga naar het voetbalveldje, toen ging ik voetballen. Dus uiteindelijk heeft je broer er eigenlijk voor gezorgd dat je... Ja, eigenlijk wel, ja. Ja? Ja. En toen had je direct al door van oh, ik kan dit goed, man. Ja, ik ging altijd al met oudere jongens voetballen. Ook voor Ajax toen die tijd, maar die zijn nu ook weg. We gaan naar de volgende, want we hebben een beetje haast erin. Ben je er klaar voor? We gaan naar de dinsdag dilemma's. Ja. Oké, okay, Jeno, hou je schrap, ja? Yes. Als je je voorstelt, moet je dat altijd schreeuwend doen. Ja. Yeah. Dus doe eens voor hoe je dat zou doen. Ik ben Jeno. Nee, dat is toch niet schreeuwen? Ja, nog harder. Ik ben Jeno. Schreeuw, man. Nee, niet zo hard, toch? Of, als je iemand een hand geeft, moet je altijd je hand daarna likken. Dus zeg maar, ik geef je zo een hand. Yeah. En dan moet je nu je hand likken. Ja. Yeah. Dan heb je steeds die bacteriën van iedereen. Nee, ik zou wel schreeuwen dan. Schreeuwen? Ja. Yeah. Nog één keer? Ik ben Jeno. Nice. Een emmer water over je trainen Serik van de Geur gooien of een natte Winnie zo in het oor van Winston Bogarde? Dan die eerste, maar dan is we kampioen zijn geworden. Dat is wel een slimme. Ja. Maar hoezo niet die natte vinger bij je Winston al? Ik vind het zelf ook vies voor mij toch als ik in die oor ga. Dat is op zich wel echt heel erg nasty. Ja. Oké, en de laatste. Je moet je kop kaal scheren, die mooie flamboyante haren van jou eraf. Groei je nooit meer aan, of altijd met rode lippenstift op je mond? Maar wat is kaal? Gewoon helemaal kaal of gewoon andere kaal? Dat je gewoon dat je al je haar weg is. Helemaal kaal. Ik zou wel kaal gaan doen. Niet? Ja. Ik ga niet met lippenstift rondlopen. Waarom niet? Dat is lelijk. Je bent is niet iets voor mij. Nee? Nee. Oké, dan doen we even op de achtergrond een beeld van Jeno Campagne kaal. Hey, je bent er goed doorheen gekomen. Yes. Je bent de eerste speler van Ajax onder 16, zoals ik al zei. Yeah. En we willen je teamgenoten ook wel beter leren kennen, want die hebben jou omschreven. We gaan kijken naar Say It With A Smile.
Ja, leuk als ze dat over me zeggen. Die laatste jongen, hè? Die het heeft over gaat zijn raket. Oh, Geno. Wat bedoelt hij hiermee te zeggen? Ja, ik weet het niet echt. Ik weet niet, ik ga het hem straks wel even vragen. Maar als je dit zo ziet, wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel leuk dat ze dat over me zeggen. Twee keer GOAT ook? Ja. Dat zeg je eigenlijk over Messi en Ronaldo. Ja. The greatest of all time. Ja, klopt. Ik weet niet waarom ze dat zeggen. Ja, je moet iets hebben waarom ze denken dit wordt een grote. Ja, ik denk dat ze dat misschien denken. Dus. Is toch vet? Ja, het is wel lief dat ze dat zeggen, ja. Of zeggen ze alleen maar omdat je aanvoerder bent dat ze bang zijn dat je ze naar kapot maakt in de kleedkamer? Nee, zo ben ik niet. Ik denk niet daarom. Nee. En de mooie boys zie ik ook staan? Ja, dat klopt ook wel, ja. Ik ben wel een mooie jongen toch, dus. Ja. Daarom. Dat is, dat is aan de meiden die mogen dat bepalen thuis. Ja. Doe even een duimpje omhoog als je denkt dat Geno een mooi boy is. Duimpje naar beneden als je dat niet vindt. Ben je er ook veel mee bezig? Nee, niet echt. Nee. Ja, je haartjes toch dat zeg maar. Nee, niet echt. Echt niet. Het gaat een beetje vanzelf als ik uit de douche kom. Gewoon een beetje vet, klaar. Wel heerlijk. Dat is toch mooi dat je een mooie jongen bent. Dat is fijn. Dat zei Brian Brobby ook al. Hey, maar als je een mooie jongen bent, je krijgt veel aandacht. Maar je moet ook de focus houden op het voetbal. Ja. Hoe doe je dat? Ik let niet echt op die dingen erbuiten. Ik ben meer gewoon gefocust op voetbal. Hoe doe je dat? Ja, gewoon niet op die andere dingen letten. Gewoon alleen voetbal en school. En school? Ja, school ook. Vind je school leuk? Ja. Dat kan ik twijfelen. Ja, weet je, niet echt. Niet echt. Okay, dat mag je ook eerlijk zeggen. Hey, ik moet ook zeggen, wat moet je allemaal voor laten als je zo gefocust wil zijn en die mentaliteit zo goed wil hebben? Je kan niet tot later die PlayStation zitten of na voetbal nog even buiten voetballen met je vrienden. Dat moet je ook wel laten. Maar je hebt er wel wat voor over, dus. In hoeverre lukt dat je? Ja, lukt wel goed. Ik ben niet echt op de PlayStation. Vroeger wel, nu niet echt meer. En ik ben ook niet meer echt buiten en zo. Ik pak meer gewoon mijn rust thuis. Is dat nooit saai? Nee, niet echt. Want ik ben toch meestal tot laat op de club bij Ajax. En als ik dan thuis kom, ben ik wel moe. Dus. En qua eten, frikandelbroodje bij de appie halen? Nee, meer bij Ajax gewoon eten. Frikandelbroodje mag ook niet meer? Nee. Weet je wat ik ook wel interessant vind? Je wordt ook echt een mooi boy genoemd. Ja. Wie zijn nog meer mooi boys uit het team? Iedereen wel een beetje. Maar jij de grootste? Ja, dat wel. Wie is de grootste grappenmaker? Grappenmaker? Geno. Hij is gewoon gek en zo. Hij is gewoon grappig. Hij is echt grappig. En wie is de goaltjesdief? Goaltjesdief? Younes. Ja? Ja. Hij is eigenlijk verdediger. Centraal linksback, maar een tijdje stond hij nu in de spits en hij scoort wel veel. Dat is wel interessant. Ja, hij kan goed koppen. Dus hij scoort wel veel kopballen. En dan mag je nu even jezelf omschrijven als middenvelder. Wat voor type van middenvelder ben jij? Gewoon een creatieve middenvelder. Wie gewoon iemand kan wegsturen en gewoon creatief met de bal is. En je bent de aanvoerder. Ja. Meestal is een aanvoerder ook een verlengstuk van het trainen. Dat is in jullie geval Cedric van de Gun. Ja. Wat voor type trainer is hij? Ja, hij is een goede trainer. Hij is een positieve trainer. Wat houdt het in, positieve trainer? Nou, als er iets is, probeert hij het altijd positief aan te pakken en ons daarin te helpen. Mm-hmm. En hij helpt wel spelers ook goed. Dus hij is wel een goede trainer, vind ik. Hij heeft ook een prima carrière gehad, bij Ajax gespeeld nog. Dortmund ook. Goed, inderdaad. Ook nog een paar wedstrijden van Dortmund. Heb je er wel eens gezien, een paar goals van hem? Kijk eens. Ja, deze had ik wel gezien. Ja? Ja? Ja, deze had ik gezien. Heeft hij dat zelf laten zien of heb je dat even opgezocht? Nee, bij Ajax was ik geabonneerd en dan krijg je soms van die video's binnen. En die eerste had ik gezien. Hoe is het om te zien dan, hem als jonge god nog in de arena? Het is wel leuk om te zien dat je trainer ook een voetballer was. Mm-hmm. En niet gewoon een trainer, dus hij heeft er ook wel verstand van. En hij weet waarin hij je dan ook kan helpen en dat is wel handig. Kan je die positiviteit omschrijven? Wat zeg je tegen jou om jou af en toe te helpen als het moeilijk gaat bijvoorbeeld? Nee, gewoon jammer en niet bijvoorbeeld er bovenop zitten en een beetje boos zijn. Of als iets fout gaat, dat hij heel boos is, dat kan ook soms gebeuren. Maar dat hij het meestal positief aanpakt als er iets fout gaat. En niet een speler minder door maken dat hij dingen niet durft te doen of zo. Ja. Daar helpt hij wel goed in. Dus dat stukje vertrouwen helpt bij jou heel goed? Ja, ja. Hij geeft wel veel spelers ook gewoon goede vertrouwen, iedereen wel. Is hij ook streng voor je af en toe? Ja, ja, hij is ook streng. Op training, als ik soms te makkelijk doe of als er gewoon iets is, dan is hij wel gewoon strenge streed met me van dit moet beter en zo. Dus dat ook. Dat pik je dan op? Ja, ja, ja. En als verlengstuk van de trainer, als aanvoerder, hoe doe jij dat? Ben je kritisch of ben je wat positiever opbouwend? Nou, mijn medespelers? Ik ben wel positief. Soms ben ik kritisch, maar meestal ben ik wel gewoon positief. Hey, we gaan het zo meteen hebben over jullie wedstrijd tegen Feyenoord onder andere. Niet de allerbeste. Nee, klopt. Durf je nog wel aan te kijken zometeen? Jawel. Ja, we gaan eerst even relaxen, want we gaan kijken naar hoe Geno campagne zelf is. We gaan naar My Picks. Oké, Geno, snel antwoorden. Oké. Je favoriete app? Snapchat. Snapchat? Ja. Echt? Ja, ja. Ik dacht de Instagram, man. Nee, geen Instagram.
Instagram is een beetje saai. Instagram post ik alleen voetbalfoto's. Snapchat praat ik meer met vrienden en zo. Met vrienden en zo? Of, Vrienden, ja. Ja, vrienden. En, maar je hebt ook best wel wat volgers op Instagram, tegen de 20.000 toch? Ja, klopt. Wat vind je iets saai, hè? Instagram is niet saai, maar ik ben meer op Snapchat. Ik heb wel met Solomon Bonne gesproken ook. Ja. En die zei dat jullie allebei iets hadden met jullie naam. Waar kwam Solomon Bunny vandaan, man? Era, het was een rapper. Ik vond het gewoon een mooie naam. En veel mensen heten nu nog steeds Bundy op Insta. Ja, en ook andere teamgenoten van je. Ja, maar die, hij heeft het ook voor aan de channel. Want hij zei tegen me van, kijk op Insta, heel veel mensen heten Bundy. We moeten het gewoon weghalen. En ik dacht ook van, hij heeft gelijk. Ik heb gelijk veranderd. Maar ik zat wel heel lang te twijfelen over hoe ik zou heten nu. Want ik had ook een shirt met Solomon Bundy erop. En die heb ik nog steeds, dus ik weet ook niet wat ik ermee ga doen. Maar deed het pijn in je hart dat je je naam moest veranderen? Jawel. Ja, klopt, hij heeft gelijk. Ik heb ook dat shirtje met Gianno Bundy erop. We gingen op vakantie en toen hadden we dat gemaakt, maar die ga ik nu niet meer dragen. Maar wacht even, want jij kwam naar hem toe en jij zei, hé, hey, zonder luister, ja, ik kan was, niet. Dus ik liep bij Ajax in de gang en toen zei Dave Lewis van ze tegen me, gewoon een grapje, ze zei die Gianno Bundy. Zei ik, nee, geen Bundy. Dus ik vond het een beetje irritant, dat het is Bundy. Toen dacht ik van, ik ga het gewoon weghalen. Toen heb ik mijn eerste letter van mijn eerste naam gezet en mijn punt en gewoon mijn tweede naam. Klopt, ik heb het gezien. Ja. Maar je vond het niet meer kunnen, Bundy. Ja, werd een beetje kinderachtig, vond ik. Toen we klein waren, deden we het nu niet meer. Dat is wel mooi. Echt een volwassen mannetje van 15 wel te verstaan, hè? Ja. Jawel. We gaan naar de volgende. Heb je favoriete eten? Eten. Surinaam, denk ik. Roti? Roti ook wel. Bami of nasi. Bami, nasi. Je favoriete drankje? Drankje. Ja? Wat haal je in de appie? Ik heb meestal gewoon thuis drinken. Gewoon water of wiki. Wiki? Ja. Wiki is ook lekker. Wiki is ook lekker. Ja. Je favoriete vrouw? Mijn moeder. Dat zegt iedereen? Ja, maar zij is wel mijn favoriete vrouw. Ja? Ja, zeker. Ah, dat is vet. Je krijgt een beetje een lach op je gezicht. Ja, zeker. En de lekkerste chick dan? Lekkerste chick. Zegt iedereen. Moet een foto erachter komen. Waarom geef je nou een kusje? Nee. Ik weet niet hoe ze heet eigenlijk. Ik heb wel een andere, Kylie Jenner is ook een mooie meisje. Ken ik niet, maar ik ben wel benieuwd van. Kylie Jenner? Nee. Is die nice? Ja, ze is wel mooi. Laat je zo even een foto zien dan? Ja, ik heb mijn telefoon. Ja, maar we gaan verder. Het zou een beetje raar als we tijdens de show ook allemaal foto's van chicks gaan kijken. Je favoriete Ajax speler? Frenkie de Jong. Is dat een beetje ook het type waar jij... Ja, een beetje. Niet echt. Af en toe. Niet altijd. Kijk je vaak naar hem? Ja, ik kijk wel veel naar hem. Maar ik moet ook zeggen, een paar jaar geleden deed je hoog houden. En toen wilde je op de foto met, weet je nog? Lasse Schöne. Ja, ik vind hem ook goed. En mijn moeder's favoriete speler is ook Schöne. Dus daarom ging ik ook op de foto met hem. Deed het eigenlijk voor je lieve moeder? Ja. Eigenlijk wilde je helemaal niet met Schöne, maar deed het ook. Ja, hij is goed. Ja, hij is ook goed, ja. Maar Frenkie de Jong je favoriet? Ja. Okay, je favoriete vakantie? Of vakantieland? Bermuda? Ja, ik ben er nu 2 keer geweest. Dus vet man. Dat is wel mooi. Ja? Ja. Omschrijf Bermuda eens? Echt warm. Ja? Mooi water. Mooi water? Ja, mooie zee. Vet man. En als je de loterij wint, wat is het eerste wat je doet of koopt? Huis, auto voor mijn moeder en mijn broer. En wat voor auto koop je later zelf? Mercedes gewoon. Die krijg je hier op de club ook of niet als je een contract tekent? Ja, klopt. Oh, wie heeft de dikste auto van de selectie nu? Ik zie ze wel, maar ik weet niet precies van wie welke. Allemaal dikke waggies? Ja. Hey, beter ga je even snel een contract halen. Ja. Dan kan je zo'n waggie rijden. Ja. Hey, we gaan zo meteen verder over jouw wedstrijd praten. We gaan eerst kijken naar de afgelopen 2 weken hier op de toekomst met onder andere Ajax onder 16 tegen Feyenoord. Het Ajax onder 16 van Gianno Campagne gaat met 2-0 onderuit tegen Feyenoord onder 16 en ziet daardoor Vitesse langs zij komen. Beide ploegen staan nu 10 punten achter koploper AZ. Ajax onder 13-2 weet niet te winnen van AFC 34. De wedstrijd eindigt met de stand waarmee het ook begon, 0-0. Ondanks het gelijke spel blijft het wel op kampioenskoers. Ajax onder 17 buigt dankzij 3 invallers een 1-0 achterstand op naar een ruime 4-1 zege op Feyenoord onder 17. Zo krijgt de 3-0 overwinning op PEC Zwolle van een week eerder een goed vervolg. En blijft Ajax samen met Vitesse lijstaanvoerder. Over 2 weken ontmoeten ze elkaar. De Ajax-vrouwen zitten in een slechte periode. Maar na 3 nederlagen tegen PSV, PEC Zwolle en FC Twente wordt tegen ADO Den Haag eindelijk weer gewonnen. Kika van Es bezorgt haar ploeg de 1-0 zege. Door de 3 nederlagen vinden we de vrouwen wel pas terug op plek 4 op 10 punten van koploper PSV.
Ajax onder 19 walst in de Youth League over AEK Athene heen en wint met maar liefst 8-1 van de Grieken. Daardoor is het vlaggenschip van de jeugdopleiding heel dichtbij overwintering. Op woensdag 12 december is de ontknoping thuis tegen Bayern. Maar in de competitie gaat het minder lekker. Nadat er met 1-1 gelijk werd gespeeld tegen Heerenveen, gaat de ploeg van John Heitinga 4 dagen na de zege in de Youth League met 3-2 onderuit in de mini-klassieker. De ploeg is ondanks de nederlaag al wel zeker van een plek in de kampioenspool. Jullie verloren met 2-0. Ja, klopt. 2-0 verloren. Kon dat? Ja, we begonnen niet zo scherp. We domineerden meer de eerste helft en tweede helft wouden we wel. Gingen we er nog wel echt voor, maar jammer genoeg niet gewonnen. Doet het ook extra pijn? Is het toch ook een soort mini-klassieker? Ja, uit Feyenoord is altijd een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Als je het verliest, is het wel jammer. Ja, ik weet niet. Feyenoord is toch... is Ajax Feyenoord. Is... elke wedstrijd ga je gewoon serieus 100% erin, maar Feyenoord is toch anders. En zeker jij misschien als een Amsterdam wel. Ja, en de sfeer is ook wel groter buiten het veld en in het veld zelf ook. En dat merk je echt? Ja, ja, zeker. Maar we moeten niet dramatisch doen. 2-0 is wel kut, maar goed, aan de andere kant. Nog een prima seizoen gehad. Mm. Hebben je wel gevolgd de wedstrijd tegen Feyenoord? Ja, ik had het gezien. Laten we checken. Welkom bij de wedstrijd Ajax onder 16 tegen Feyenoord onder 16. Aanvoerder Jenno Campagne. En de paas op Campagne net iets te hard. Sarfo schiet en de redding van Pak. Kopbal en het doelpunt. 0-1. Het zand schiet, maar de redding van Dani van Heuvel. Sarfo gaat alleen maar uitzicht op de gelijk maken. En op de lat via de vuist en het doelpunt 0-2. De voorzet en Pak en de bal via de paal. Ajax onder 16 ziet deze wedstrijd verloren gaan. Ziet het niet bij uit dan? Nee. Verloren toch. Het is niet leuk om te verliezen van Feyenoord. Heb je nou ook een klote gevoel dat je dit hebt gekeken? Ja, ik ben het wel een beetje vergeten, maar het is wel kut als je dit terugziet. Wat is precies kut dan? Nee, gewoon dat we verliezen van Feyenoord. Is wel jammer. Ik zie het ook echt aan je. Ja. Maar jullie hebben ook een aantal prima wedstrijden gespeeld. Ja. PSV 2 keer gewonnen, Feyenoord uit met 3-0. Hier nog een vrije trap. Is het nou eigen goal of... Dat is mijn goal. Toch wel, hè? Ja, dat is mijn goal. Scoor je een beetje? Ja, als ik op 6 sta, niet echt. De laatste twee wedstrijden heb ik wel op 8 gespeeld, maar nog niet gescoord op 8. Nee. En hoe is jullie seizoen nu dan, tot nu toe? Gaat wel goed, maar ja, kan wel beter. We staan nu geen eerste, dus. Gedeeld tweede? Ja. Beetje ups en downs dit seizoen ook. Ja, klopt. Hoe kan dat? Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Gewoon individuele spelers, we moeten gewoon als team goed spelen. Dan kunnen we van iedereen winnen. We hebben een goed team. En bij Ajax moet dat ook eigenlijk wel? Ja. Merk je ook dat de trainer af en toe met jullie praat van hoe kan dit, we moeten echt alles proberen te gaan winnen? Ja, de trainer, ik denk dat de trainer zelf ook denkt van dat we gewoon alles moeten winnen als Ajax. Mm-hmm. Dat we ook niet van Vitesse en zo kunnen verliezen. Toch wordt af en toe gezegd, de ontwikkeling bij jeugdspelers is misschien wel belangrijker dan het resultaat. Af en toe, ben je het daarmee eens of niet? Ja, ontwikkeling is meer individueel, maar ja, ontwikkeling is wel belangrijk, maar als je je goed ontwikkelt moet je ook kunnen winnen. Hoe zou je je eigen ontwikkeling omschrijven de afgelopen jaar? Ja, gaat wel goed, maar kan altijd beter gewoon. Wat kan beter? Gewoon, ik kan nog beter presteren op het veld. En buiten het veld ook gewoon. En wat zijn jullie doelen als team nu? Na de winterstop worden we in een andere pool gezet. Ja. En daar moeten we inkomen en dan moeten we die wel goed winnen. En persoonlijk? Ja, gewoon met het team kampioen worden. En gewoon volgend jaar naar onder 17 gaan. Ja? Ja. Doorschuiven? Ja, ja. We gaan het zien. En zometeen mag je nog kijken in de, weet je wat je gaat doen? Ja, ik weet het. Glazen bol. Ja. Maar eerst gaan we nog kijken naar de Talent Tuesday Tricks, waar je zelf ook aan mee hebt gedaan trouwens. En gewonnen. Ja. Ja, weet je hem nog? Ja. Lekker man. Ben je al aan het oefenen voor de volgende? Nee. Want er komt weer een ronde, hè? Ja, ik had het gehoord, maar ik weet ook niet wanneer het is of zo. Dus. Maar je bent wel een beetje een trucje maken? Ja, op het veld niet echt, maar gewoon op straat wel. Kan ik wel een trucje doen. En je moet wel opschieten. Snel. Ja, is goed. Na de uitzending moet je al oefenen. Ja, dat is goed. Oefenen, nee, dat is goed. En we gaan naar je concurrentie kijken, want deze week hadden we de boys van Ajax onder 13. Hallo, ik zie de. Mijn
naam is Radmert, voor bij Ajax onder 13 en ik ga vandaag de back of the round doen. Hallo Ajaxieden, ik ben Donno Nieuw en ik heb geen naam voor mijn truc, maar ik ga winnen, dus maakt niet uit. Hallo Ajaxieden, mijn naam is Onno van Kossen, ik speel in de Ajax onder 13. Ik speel op positie 8 en mijn truc heet Akka om de wereld. Ik ga zo'n trucje doen, hij heet de Magic Lanzaat. Swipe naar rechts en stem op mij. En welke vond jij het best? Van Don. Ja? Ja. Yeah. Ken je hem ook? Ja, yeah, ik ken hem. Gaan we naar de uitslag. Het was een hele spannende deze week. Er zaten maar een paar verschillen tussen. 71% is Ryan Lanzaat. Daarna Don O'Neill, die zijn truc geen naam had gegeven, 72%. En Oliver Koster op de tweede plek met 76%. En met 78% en luister goed naar Gossard Danabax. Nee, die vijf was ook goed. Jawel, ze waren allemaal wel goed. Hoor. Gaan ze je beat uiteindelijk bij de laatste ronde? Ik denk het niet. Hij gaat weer een goede nieuwe truc doen. Ja, ze hebben nog een goed trucje. Kan voor alles gebeuren, man. Ja, ik weet niet. Je denkt het niet? Ja. Hey, we gaan naar het misschien wel meest bijzondere deel van de uitzending. Mm-hmm. Jouw toekomst. Ja. Van Jero Campagne. We gaan naar de glazen bol. Oké, okay, Jero, je kent het fenomeen, de glazen bol. Mm-hmm. Veel van je medespelers in de jeugd hebben het ook gedaan. Glorieuze toekomsten. Ja. Helder rollen. Ja. Kijk er even goed naar. Hoe oud ben je nu? 15. Hoeveel jaar heb je nog in het voetbal? Nog een andere 15 jaar, 20 jaar kan je nog voetballen. Ja. Wat zijn, als we nu terugkijken, hè, eind van je carrière, je bent een oude man met een extra lange snor, met kaal haar. Ja. Wat heb je allemaal bereikt in die 15 jaar? Mijn debuut in Ajax 1. Hoe oud? Ja, ligt aan mijn ontwikkeling, hoe goed ik me ontwikkel. Nee, maar je bent een glazen bol, je mag het zelf zeggen. Ik hoop 17, 18. Nice. Champions League winnen. Met Ajax. Ja, met Ajax. Ze doen het nu ook goed, toch? Ja, ik weet het. Eredivisie ook, 3 keer kampioen worden. Goed zo. 3 keer. Daar een mooie transfer maken naar de Premier League. Oké. Okay. Ja. Welke club? Ik denk Tottenham. Dat is een schitterende club. Ja. Beetje Modric. Ja, dat ook. Hij speelde daar ook. En ik vind hem meer een van de voetballende teams in de Premier League. Mm-hmm. Manchester City ook, maar ik vind Tottenham toch wat mooier. Prachtig club, ja. Ja. En na Tottenham. Dat is nog niet het eindstation. Nee, nee. Deze man gaat als een raket. Ook nog kampioen met hem worden, toch? Oké, oké. In de Premier League. En ook Champions League weer winnen met hem. Oké, okay. En dan? Ik weet niet hoe oud ik dan ongeveer ben. Ja? Dan nog in Spanje hopelijk. En dan bij? Barça. Wat een carrière, Jero. Ja. Ja. Maar eerst moet je dat even hierbaar gaan maken. Ja, hè? Dat is ja. Het belangrijkste. Wanneer Ajax onder 17? Wanneer wil je daarin gaan spelen? Ja, ik hoop dat ik dit jaar nog met hem mee ga doen. Meer. Okay. En volgend jaar sowieso nog in onder 17 spelen. En de Future Cup? Ik hoop dat ik daar ook bij zit. Het is een mooi toernooi bij Ajax. Want Ajax doet niet veel toernooien op de toekomst zelf. Mm-hmm. Dus het is wel mooi en dan kom ik altijd veel mensen. Dus je carrière, de carrière van Jero Campagne. Op je 17e, 18e, Ajax 1. Ja. Champions League winnen, 3 keer kampioen. Ja, 4 keer. 4 keer, sorry. Of 5 keer. Kan ook. 5 keer kampioen. Daarna naar Tottenham. Ja. En dan gaan we uiteindelijk bij Barcelona deze beelden terugkijken, eventueel. Is goed. Gaan we dat beloven? Yes. Dankjewel, kerel. Wij zijn er over 2 weken weer met de laatste aflevering voor de winterstop. Daarna natuurlijk weer terug met nieuwe talenten. Tot dan. Jero, fijne dag. En ik zie jullie later. Dankjewel.